Ja, het zag er heel even heel slecht uit. Dus er hingen aardig wat wolken boven mijn bedrijf. Wat ook betekende dat ik mijn bedrijf kon stoppen. Dus uh, het bedrijf zou gewoon failliet gaan. Om even kort door de bocht heen te zeggen. En uh, ja, de rechter heeft besloten dat we gewoon vuurwerk mogen verkopen. Vuurwerkverkopers in Schiedam halen opgelucht adem. Dit jaar mogen ze sowieso nog vuurwerk verkopen, zo heeft de voorzieningenrechter besloten. Het is een langslepende zaak waarbij de gemeente Schiedam een van de eerste gemeentes in Nederland is die de verkoopvergunningen intrekt. Toch is de uitspraak niet definitief. Ja, het is opgeschort. Uh, eigenlijk zou de rechtszaak uh, die nog opgeschort zou zijn, die, die zou in november zijn. En die ging niet door omdat er te weinig rechters waren. Uh, dus die werd gewoon van de kaart geveegd. En toen hebben we toch nog een, uh, een procedure ingestart... Om dus nog wel te kunnen verkopen voor dit jaar. Want ja, we hadden nog heel veel vuurwerk liggen dit jaar. En die voorlopige voorzieningrechter die heeft nu gezegd: Ja, deze zaak is mij te ingewikkeld. Ik ga daar niet in een kort gering procedure een oordeel over geven. Dat moet maar in de bodemzaak gebeuren. Dat is te ingewikkeld. Maar dan ga ik alleen maar kijken wiens belang is het meest geschaad om de burgemeester zijn zin te geven of om die vuurwerkverkopers zijn zin te geven. Zij hebben er financieel behoorlijk belang bij, dus ik leg het voordeel van de twijfel bij hen. Dus voorlopig zijn de verkoopvergunningen weer terug bij de vuurwerkhandelaren. Maar in de gemeente Schiedam geldt een afsteekverbod. Sterker nog, op de website van de gemeente staat dat je überhaupt het niet bij je mag hebben. Nee, maar wij, wij, wij zullen überhaupt alleen maar op het afsteken gaan, gaan controleren. Uh, het bij je hebben is wel handig als iemand met een auto, een kofferbak vol met vuurwerk, uit Baden-Nassau aankomt rijden. Dan ben je ook strafbaar, eh, omdat het dan een grote hoeveelheid is. Maar hier gaat het vooral om de verkoop. Kijk, onze redenering was op zich niet zo, niet zo gek. Als het niet toegestaan is in Schiedam om vuurwerk af te steken, dan moet je het ook niet verkopen. Dat is een hele rare, inconsequente lijn, zou dat zijn. Voorlopig mag het dus, maar er komt nog flink wat juridisch gesteggel aan. En dat is niet alleen belangrijk voor de vuurwerkverkopers in de stad en de gemeente Schiedam. Nee, nee, bijna het hele land kijkt met een schuin oog mee. Overigens Rotterdam heeft nog niet besloten om de verkoopvergunning in te trekken, maar overweegt dat wel. En ik kijk ook met een schuin oog naar hoe de zaak in Schiedam loopt. Ja, dat doe je er als branche aan om, om het zo veilig mogelijk te houden. En dan heb je de stomme pech om in een gemeente te zitten waarvan ze denken: we kappen er gewoon mee. Hoe, hoe, hoe is dat? Nou, dat was ook wel een van de zaken uh, die naar voren kwam in de, in de rechtszaak dat dat naar voren werd gebracht van, ja, de veiligheid. Ja, als het echt gevaarlijk is, dan wordt dat wel landelijk besloten. Uh, die, die, die bodemzaak die dan, ken ik, in het eerste kwartaal pas gaat spelen, ja, daar, daar, die, die wordt wel spannend. Want dan gaat het om het recht van vrije verkoop, uh, Europees handvest, er zijn allerlei dingen die er dan bij worden gehaald en daar moeten rechten wel op gaan toetsen. Nou, ik kijk er zo niet, zo, sowieso niet naar uit, want ik vind het sowieso niet leuk. Uh, uh, voor, vooral die recht tegenover elkaar staan. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat je in, in Nederland het samen doen, moet doen met, met z'n allen. En, uh, ja, de, dus ik vind de manier hoe, hoe, hoe dit gaat vind ik gewoon niet. Ja, dat is niet echt tof. Maar ja, de toekomst van mijn bedrijf hangt daar wel van af natuurlijk. Dus uh, ja, we gaan ons eerst richten op dit. Want hier zijn we druk genoeg mee bezig. Dus alle energie gaat daarin. En uh, ja, dan gaan we verder kijken hoe, we het, uh, hoe het uit gaat pakken. Ik heb er wel uh, vertrouwen in, want de rechter schrijft zelfs in dit tussenvonnis dat zij zich in de redenering van de burgemeester kan herkennen. Dat, die, dat dat een logische redenering is. Ik denk, nou, dat punt heb ik dan toch maar vast binnen.